Waarom is het allemaal zo krap? Sorry, sorry. Excuseer mij. Ik moet even met trekken of we de map in slepen. Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19 Sandy Bay. Gisteren hebben we natuurlijk hele schattige en lieve kalfjes hebben we aangeschaft, die hebben we eten gegeven, etc. En wat ik vandaag wil gaan doen is eigenlijk een veld inzaaien met een nieuwe zaaimachine. Want ik heb een zaaimachine in de modhub gezien. En die heb ik geïnstalleerd. Dat is een beetje een aangepaste versie van de standaard Federstad. Die je al in de game hebt, zeg maar. Maar, hoe is? En, die wil ik dus eigenlijk gaan inrullen voor deze. Want deze is volgens mij uit mijn hoofd. Is die, laten we hem hier even uitkiepen. Hoop ik, hè. Gaan we eventjes verkopen. Is, volgens mij is deze 3 meter zoveel. En we gaan dus een nieuwe zaaimachine kopen. We hebben ook een iets grotere zaaimachine in plaats van dit ding. Dus dat is natuurlijk ook alweer een stuk makkelijker. We kunnen hem hier gaan verkopen. We kunnen hem ook bij de winkel zelf verkopen. Als die hier niet inpast. Wat hier dus niet past. Dus dan moeten we naar de winkel zelf. Is op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar dan gaan we dus een nieuwe zaaimachine kopen. En die zaaimachine laat ik jullie zo meteen zien als we bij de winkel zijn. Moet ik wel even deze uitzetten. Anders loop ik voor niks natuurlijk. Of rij ik voor niks deze kant op. We nemen de achteringang. En ja, je hebt de standaard Federstad die al in de game zit. Die is volgens mij 6 meter. En diegene die ik dus heb gezien in de modhub van Farming zelf. Of die ook voor de PS4 is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval voor de PC kun je die 8 meter maken. En dat kost 86.000 euro. Dus dat is best een smak geld. Maar ja, we krijgen ook wel weer wat geld terug natuurlijk. En dan kunnen we gaan inzaaien, want we hebben geen enkel veld ingezaaid namelijk. Ik zie ook niks, hè. Sorry, als er iemand langskomt. Ik begrijp, ik zie ook niks, hè. En Siri loopt ook weer te nul. Dus we rijden eventjes naar de winkel toe. En dan gaan we er de nieuwe zaaimachine aanschaffen. Oh ja, hier hebben we ook nog flitspalen. En we mogen 50 km per uur, als het goed is. We moeten niet te hard... Oh! Oké, dat had ik even niet gedacht. Dat ik tegen de flitspaal aan zou knallen. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ja. Ik kan ook klaksoneren. Je ziet dat ik hier langs kom, man. Jezus, dan zit ik daar weer vast. Och, het is toch vreselijk. Oh. Hey, de trein. Of niet? Oh nee, dat is niet de trein. Tintin! Goed, dan gaan we hier naar links en dan gaan we naar de winkel toe. Wat domme. Een krappe bedoeling hier. Ja, dit gaat dus nooit passen, hè. Hier kom ik toch niet door? Shit! Ja, maar ouwe! Ja, tuut! God, moet ik nou echt serieus waarden? Het hele zwikje optillen, want anders kom ik er niet langs. Dit meen je toch niet? Waarom is het allemaal zo krap? Sorry, sorry. Excuseer mij, ik moet even met trekken of we de map inslepen. Het is ook allemaal weer lekker realistisch en serieus waar blocking game stijl. Jouwe! Staat hij weer verkeerd om? Oh, het begint allemaal weer. Oh, vreselijk. Ho eens! Oh, wat is dit toch ook weer? Een zooitje heb je ervan. Nou ja, we zijn bij de winkel. Goeiedag zeg. Ik neem ook een keertje een andere route hoor. Om naar de winkel te gaan. Maar nee, want ik zit weer overal vast. Omdat dit achterlijke ding niet kan inklappen. Oh. En waarom staat hij stil? Oh, vreselijk. Gooi dat ding weg. Zijn we? Hier moeten we in. Misschien dat we hier toch nog wel even wat leuk geld aan kunnen verdienen. Dat zal natuurlijk altijd wel leuk zijn.
repareren, dan krijgen we er 29.000 euro voor. Wow. Ah, alle kleine beetjes helpen weer, hè. Maar wat dus de saaimachine is die ik graag wil hebben, want dit is de standaard veerderstad in de game. De Rapid A600S. En ik heb dus een andere, de Rapid A600 of de A800S. En dat betekent dus dat deze eigenlijk dus 8 meter breed is in plaats van 6 meter breed. Hopper extension. Je kunt zelfs nog extra zaad toevoegen. Je seeds en fertilizer. Fertilizer, seeds en fertilizer. Ik denk dat we dat wel gaan doen. Dat is wel makkelijk. Heeft een werksnelheid van 18 km per uur. We kunnen hem zelfs nog een ander... Oh, in zwart is die ook wel gaaf hoor. Ja, we doen hem in zwart. Kostte 99.000 euro. Alsof het niks is. Mooi. Hebben we dus een nieuwe saaimachine voor 99.000 euro gekocht van 8 meter breed. Nou, daar kunnen we ons wel mee vermaken. Dacht ik zo. Hoeveel pk heeft dat ding eigenlijk nodig? Dat heb ik niet eens naar gekeken. Shit. 210. Hoeveel pk heeft de JCB? 235. Oh, dat is zat. Mooi. Kunnen we weer terug naar huis. We gaan weer via het straatje naar achteren. Doen zwaailampjes even aan. Want we zijn nu ingeklapt. Dus als het goed is, knallen we nu niet meer overal ting aan. Dat is wel een flinke upgrade dit. Wat? Goeiedag zeg. Dat is een flinke. Oh, that's what she said tonight. Dus we gaan op weg naar huis. En als het goed is, het wordt alleen dan wel een beetje lastig. Want dit is één richtingsweg. Want al die auto's staan hier geparkeerd. Dat we er wel, dat er niet in één keer een auto langskomt, bonjouren. Dat we in één keer weer overal vastzitten, zoals die auto. Ja, nu wordt het gevaarlijk. Als er nu een auto aankomt, dan hebben we een heel groot probleem. Oh ja, we moeten ook links rijden, klopt hè. Goed, dan moeten we hier naar rechts. Dan gaan we via het achteringangetje gaan we erheen. Niet geflitst worden. Want deze weg is wel een heel stuk korter, heb ik het idee. Want als we hier omhoog gaan, dan zijn we alweer op de boerderij. Volgens mij is deze weg korter. Je moet alleen wel een enorme steile heuvel op. Dat is wel een dingetje. Maar het is wel korter. Dus dan moeten we nou eventjes bijvullen. En moeten we even kijken wat we nodig hebben. Zometeen. Voor als we gaan inzaaien. Nou, het is al wel weer een... heel zootje met alles hoor. Het kost weer een bult geld. Goed, dan gaan we eens eventjes kijken. Wat hebben we nodig? Gerst kunnen we wel gebruiken. Tarwe hebben we nog 13.000 liter van. Gerst hebben we maar 9.000 liter. Sojabonen. Ja, kan. Maar ik denk dat ik wel een keertje varkens wil hebben. Dan moeten we zo'n machine neerzetten. Waar we dus alle zooi in moeten gooien. En dan wordt er dus varkensvoer gemaakt. We kunnen het ook heel makkelijk doen en gewoon een, hoe heet dat? Een, zo'n silo, dat kan ook. Ja, ik rijd er gewoon kats door in. Eigenlijk mag het helemaal niet, wat ik nou doe. Zullen wij het zelf gaan inzaaien of zullen we, want ik zag dat de koeien ook nog wat, de koeien moeten nog even uitgemest worden. Maar ja, weet je wat we gaan doen? We zetten gewoon cosplay aan. Dan gaan we even met de koeien binnen. Nee, het is een nieuwe saaimachine. We gaan allereerst even zelf doen. Even de randjes. De kopakketjes. Kijken hoe de trekker daarop reageert. En als het een beetje opschiet, kunnen we er een mooi timeletje van maken. Dan maken we het ook af. Wat ligt eraan? Goed, ik ben benieuwd hoe de JCB hier over hanteert. Hij zou 18 km per uur moeten gaan, maar ja, hij moet nu ook een heuvel op natuurlijk. Maar hij trekt het netjes hoor, we gaan 16 km per uur. Ja. Hij heeft gewoon de maximale snelheid. Kijk, dit schiet wel mooi op met een 8 meter brede saaimachine. Dat is wel makkelijk. Als we 2 à 3 keer de rondjes doen, of de kophakkers, dan moet dat goed komen. Dus, ik zou zeggen, wij gaan een timelapse starten.
we die uit. En dan zet ik mijn microfoon uit en dan gaan we eventjes een lekker timelapse draaien. Tot zo! Alright, we hebben nu ongeveer, nou ja, dit was de vierde keer dat ik er langs heen ben gegaan. Ik zet nu gewoon even de help aan, even kijken hoe die presteert. Want in principe moet hij het wel goed doen, ik wil het ook nog even mooi doen. Kijk, als we zo gaan staan, dan moet ik eventjes snel lopen. Kijk, dan kunnen we een prachtig mooi shot maken voor de duimnagel. Dacht ik zo. Hoppakee. Goed, wat wij nu eventjes gaan doen, is even de koeien uitmesten. Hier zijn de kalfjes. Oh. Ik ben aan het vliegen, dat is niet de bedoeling. Ben ik nog aan het vliegen? Nee. Even snelheid uitzetten. De koeien zijn ook bezig. Ik weet ook niet wanneer hun natuurlijk gaan groeien, dat ze aan deze kant komen. Dat maakt natuurlijk heel veel uit. Ja, dan hebben we dus even de zondeer nodig. De melktank, die nemen we wel eventjes mee. Dan koppelen we eventjes de voorlader aan met de bak en dan kunnen we eventjes het mest uitmesten. Want dat blijft ook maar doorgaan. En dan hebben we in ieder geval, als het goed is, ons allereerste veld ingezaaid. Dus, dan kan dat weer groeien. Drukke dag gaat met werk. Maar, ik ben een beetje moe. Maar ja, het hoort erbij. Dus we koppelen deze gewoon even bij de melktank af, denk ik. En vanaf daar gaan we de voorlader aankoppelen om even de koeien uit te mesten. Want dat is wel... dat is wel... Ja. Maar als we dat niet doen, dan blijf je bezig. En dan ben je met 2,5 uur nog niet klaar omdat er zoveel mes ligt. En daar zit ik niet echt op te wachten eigenlijk. Zo, deze zetten we eventjes hier neer. Hoppakee. Kijk, want er ligt al wel weer wat mest. Ho is. Hop. Er ligt alweer ietsjes mest. Niet veel. Tintin! 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 Dat is mijn nieuwe volgdeuntje van Twitch. Ik vind hem leuk.
Want ik heb dus de map heb ik dus opgezocht in mijn mods. En daarmee heb ik dus de... waar had ik de voorlaad eigenlijk neergezet? Ik ben ook weer de voorlaad kwijt, jongens. We hebben hem gisteren nog gebruikt. Waar heb ik dat ding gelaten? Oh, vreselijk toch. Ik raak alles kwijt. Straks met Caesar ga ik alles netjes opruimen. Waar is die nou? Nee, maar ik heb dus de map van Sandy Bay heb ik opgezocht. Of in mijn modfolder gekeken. En had ik dus bij de sounds had ik gekeken. En ik zag dus een treinhoorn. Dus dat, oh, die ga ik even proberen. En even kijken wat hij doet. Nou, en toen hoorde hij dus tun. Dus dat is mijn nieuwe volgliedje. Als iemand volgt op Twitch. Maar gewoon even zonder grappen. Hè. Waar is die voorlader nou weer gebleven? Waarom raak ik die zooi altijd kwijt? Ik had hem ergens neergezet waar niemand er last van had. Maar waar was dat? Ik heb geen idee. Niet hier. Ook niet hier. Hier hebben we wel een bek. Hè? Hier hebben we de bak. Waar de ronde balen? Of zijn ze bij de... Tunten! Daar ligt hij hem al. Oh! Ik kan weer terugrijden. Oh, dit meen je toch niet. Vreselijk toch. Ja, daar heb je ervan als je dingen die opruimt, jongens. Dan kan ik nog weer terugrijden. Oh, wat een gepoepviool zeg. Is mijn eigen schuld. Ja. Is mijn eigen schuld. Oh, domme. Ja, het scheelt ook wel dat er op deze weg niet zo heel veel verkeer rijdt. Dus daar heb je ook geen last van. De JCB is ook nog steeds bezig. Dat is mooi. Want dat zei ik ook wel gisteren. Eigenlijk moet je gewoon een klein trekkertje hebben met een voorlader die echt puur alleen voor de kalver is. Het hoeft geen dure te zijn. Gewoon eentje die balen kan tillen. En het een en ander kan doen. Maar nu moet ik weer... Oh, rijd ik weer verkeerd. Moet ik meerdere keren moet ik terugrijden. Omdat ik mijn voorlader niet meer heb genomen. Of omdat ik er kwijt ben. Maar ja, dat is mijn eigen schuld. Goed. Voorladen mee. Balenklem nemen we mee. En dan kunnen we eindelijk uitmesten. Wat een gepoepviool zeg. Zo, daar zijn we dan. De balenklem leggen we wel bij de rest neer. Want anders weet ik het nog weer. Dan ben ik het straks weer kwijt. Daar zit ik niet echt op te wachten. Zo. Oké, okay, dan leggen we dat allemaal mooi bij elkaar. En straks met de nieuwe update. Dan gaan we alles heel mooi netjes opruimen. En dat we alles terug kunnen vinden. En weet ik van wat. Ik heb nu overal en nergens heb ik wat liggen. Normaal gesproken heb ik het eigenlijk niet echt, toch? Normaal gesproken heb ik alles wat netjes voor elkaar. Alleen ik reis altijd helemaal naar de gat van alle machines die ik heb. Of dan knal ik daar ding aan. Of ik lig weer op mijn zij. Of ik lig weer met de bandjes omhoog. Weet ik veel wat. Dat is misschien wel soms een nadeel. Maar goed. Ik heb trouwens de JCB ook eventjes weer aan het werk gezet, want die was dus klaar. Die was gestopt met werken. Dus heb ik weer even het laatste stukje laten doen. Ik had ook de video van Dagowin gezien trouwens. Dat is ook wel een goeie. Dat heb ik dus ook met die ploegen gedaan. Hij had een bak gedownload voor de voorlader. Maar ja, hij had dus een bak gedownload in de mod-up. En daar had hij dus de capaciteit van omhoog gegooid. In plaats van 1500 liter had hij de 3800 liter of zo van gemaakt. Ja, dat is ook een goeie. Dan kun je een beetje je eigen bak maken natuurlijk. Maar ja, hier gaat ook 2000 liter in. Dus dat is op zich is dat netjes. 1500 liter, dat, ja, voor een bak is dat toch wel erg weinig hoor. Alhoewel 2000 liter, ik weet niet hoeveel liter gaat er normaal in een bak? Ja, voor farming lijkt dat heel weinig. Maar in het echt kan er best wel veel in. Dat is het verschil natuurlijk tussen een spelletje en in de werkelijkheid. Oh! Kijk, en het mes dat... Kijk, maar wat ik namelijk kan doen, en dat gaan we verder toch niet doen. Kijk, als ik hier sta, straks als de update is, dan wil ik natuurlijk wel even wat mest hebben. Want we hadden hier al wat mest. Dus als het goed is, kan ik hier namelijk gewoon...
Stro, kunstmest, mest. Varkensvoer. Als ik bijvoorbeeld 1000 liter op gooi, klik. Dan komt er dus ergens 1000 liter mest bij op. En zo kun je dus zelf een beetje mest op de grond pleuren. Dus met de Easy Development Control Mod. Zodat we daar straks weer met de nieuwe update, dat we daar in ieder geval al wat mest hebben liggen. Want we gaan natuurlijk gewoon verder met waar we gebleven zijn. Alleen we hebben dus straks dus andere trekkers. En dezelfde velden denk ik. Misschien nog een extra veld. De dieren blijven hetzelfde. Dat is alleen een update van de savegame. Omdat er een nieuwe savegame moet. En we spelen natuurlijk met seasons. Dus dat... Maar dat wezen ze vanzelf wel. We moeten eigenlijk alleen even wachten op de update totdat die uit is. Zo. Nog één bakje mest. En dan is het allemaal uitgemest. Hoppakee. Dat mest ligt er ook in. Dan leg ik de voorlader ook bij die dingen neer. Dan kan ik het tenminste allemaal terugvinden. Maar hier liggen ze ook gigantisch in de weg. We moeten daar straks met de nieuwe update. Moeten we eventjes een goede plek daarvoor vinden. Waar we dit allemaal neerzetten. Of misschien een... Kijk, we hebben daar natuurlijk ook... Dat is misschien ook wel een goede. Die trillen die we daar hebben. Daar kunnen we ook alles op zetten, hè. En dan kunnen we dat kleine schuurtje kunnen we gebruiken om... alles neer te zetten. Weet je wat? Dat doen we nou direct. Want dan hebben we dat ook opgeruimd. Want ik weet wel hoe dat gaat. Ik straks weer overal liggen. Kijk, als we gewoon die trillen daar gebruiken. Om alles op te ruimen. Ja, dan kunnen we het altijd terugvinden. Maar wat ik zei, ik heb nu overal en nergens heb ik nu shit liggen. Op een gegeven moment, dan raak je gewoon helemaal de kluts kwijt. Ja, dan kunnen we op deze trillen. Het is toch ongelooflijk, jongens. Waarom heb ik altijd dat gezeik dat ik altijd op de bandjes lig? Oh. Echt waar. Wat moet je dan met zo'n jong? Vreselijk. Kijk, als we hier gewoon alles op de trillen leggen. Kijk, deze bakken die kunnen wel buiten blijven. Maar de trekkers, dat is gewoon de... Ja. In het echt zijn alle bakken, is ook alle verf kwijt. Omdat ze geschraapt zijn over de grond. Of weet ik veel wat. Ze zijn beschadigd door de lading die je gebruikt. Die zie je nooit meer helemaal vol met verf. En die staan eigenlijk bijna nooit... Bijna nooit onder afdak. Ja, een bak natuurlijk wel, want er kan water in vallen. En zo'n deze vork, die koppelen ze meestal af terwijl die in de bal al geprikt staat. Dus ja, maar ik denk dat we het hier gewoon allemaal op leggen. En als wij de... als wij de voorlader niet nodig hebben, dan leggen we die in dat kleine schuurtje neer. Hebben we dat in ieder geval allemaal netjes opgeruimd. Kijk, nou ligt alles mooi op de trillen. Eigenlijk hebben we die balenspies niet nodig. Dus die kunnen we eigenlijk verkopen en wat anders terugkopen. Want wij gebruiken ronde balen en geen vierkante balen. Dus ja, dat hebben we allemaal niet nodig. Goed, nou gaan we nog eventjes naar de JCB. Kijk hoe ver die is. Hij moet nog een klein stukje, dus dat gaan we ook nog even inzaaien. En dan vind ik het mooi geweest. Dan hebben we weer mooi wat gedaan voor vandaag. Even keer. Maar een klein stukje. En dat stukje daar nog. Dus dat, ja, dat komt wel goed. Even doorpokkelen. Kijk, dan hebben we dat stukje in ieder geval al gedaan. Dan doen we hier nog even. Dan kunnen we iets makkelijker draaien. En de combine staat hier ook al. Dus die kunnen we direct gaan gebruiken. Straks met seasons ruimen we die ook gewoon allemaal netjes op. Anders blijft alles, nogmaals, voor de zoveelste keer blijft alles staan en ja. Het is gewoon niet netjes. En niet zoals het hoort. Dus nu is het alleen even een kwestie van dit stukje gaan inzaaien. En dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Ja, pak je in weer. Zo, en het laatste stukje. Hoppakee. Ja, ik ben wel tevreden over deze zaaien. Hij is even een mooie werkbreedte. Nou, hij kan zowel, zoals je dus kunt zien, je kunt ze aanpassen of die wel of geen mes moet, hoe groot die moet zijn. Dus je hebt heel wat aanpassingen wat je kunt doen met dit ding. Dus dat is ook wel hartstikke leuk. Als het goed is, is alles nu ingezaaid. Ja. Dan kan het gaan groeien.
Spuit hem nog eventjes schoon de boel en dan... Kijk, eigenlijk hoef ik niet schoon te spuiten, want veld 4 moet ook nog ingezaaid worden. Maar het ziet er toch allemaal weer een stuk netter uit. Nee, we gaan niet schoon spuiten, dat heeft geen zin. Hey jongens, ik wil allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video van Sandy B. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat beloven met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes, zou ik super tof vinden. Road to 50k, want bij 50k neem je natuurlijk blauw haar en dat rijmt. Dus ja, vrienden te abonneren, vrienden te liken. En tot de volgende keer. Tot dan!